In mijn serie gesprekken over het financiële systeem hebben we al een paar interessante namen voorbij zien komen. Herman Wijfels, Lex Hoogduin. Maar de serie zou natuurlijk niet compleet zijn zonder Nout Wellink. Meneer Wellink, welkom. Bedankt voor de introductie. Waarom heeft u deze uitnodiging eigenlijk aanvaard? Ik ben in het verleden niet altijd even aardig over u geweest. Dat was misschien wel de reden. Ik denk, dan mogen we hem toch eens van dichterbij zien. Ik waardeer het heel erg. Ik heb vooral al gezegd, we gaan een uur lang over het financiële systeem praten. Ik vroeg me eigenlijk af, op de weg hier naartoe in de auto, of er niet een enorme last van uw schouders is gevallen nu u niet meer verantwoordelijk bent voor wat ik wel eens deze monetary madness noem. Het was best een opluchting. Het was een opluchting omdat er geen directe verantwoordelijkheid meer is. En het was ook een opluchting, dat wil ik best zeggen, omdat ik langzamerhand genoeg kreeg van mezelf steeds weer in de kranten tegenkomen en dan uitgebreid lezen wat voor grote cirkel ik was. Ja, echt 30 jaar lof gehad en toen 3 jaar alleen maar kritiek of zo. Zoiets was het. Nee. Nou is het, dat op zichzelf is niet zo vreselijk. Ik heb er ook niet onder geleden, maar op een gegeven moment dacht ik ook wel genoeg is genoeg. Maar u moet wel een olifantenhuid hebben, want ik heb u nooit zien uitvallen of zo. Heb ik een olifantenhuid. Maar dat is gewoon, je laat van u afgeleiden. Nou, het is nooit leuk. Nee, het is nooit leuk. Misschien is olifantenhuid ook niet het goede woord wat ik toch probeer. Dat heeft niet iedereen in de gaten. Ik probeer me toch te verplaatsen in waarom een ander wat vindt. En dan denk ik soms, en dat zeg ik niet altijd even duidelijk, daar zit ook wel wat in. Dat neem ik dan weer mee in mijn hoofd. Ja. Maar dat is een reden ook vaak om niet boos te worden. Daarom ben ik ook niet altijd boos op u geworden. Niet altijd. Wanneer ben je het vervelend? Ja, dat weet ik niet. Ik kan dat niet precies zeggen, maar ik bedoel, ik snap de onrust die u had over het financiële stelsel. Ja, en voor mij was u dan een beetje de persoon om dat op te projecteren soms. Ja, misschien. En dat niet helemaal eerlijk misschien. Nee, maar dat is onderdeel gewoon van het systeem, zullen we maar zeggen. Een probleem moet een gezicht hebben, anders wordt het abstract. Ja. Maar ergens las ik, ik bereid me normaal niet heel uitgebreid voor. U heb ik het iets langer gedaan. Ik denk dat ik een uur even wat dingen heb opgezocht. En ergens staat op Wikipedia zelfs, dat staat in een van de eerste zinnen op uw Wikipedia-pagina, die u niet zelf schrijft, maar andere mensen, dat u misschien mogelijk wel eens de grootste invloed heeft gehad, of de meest invloedrijke toezichthouder bent geweest, omdat u zo heel lang in dat systeem hebt gediend. Vindt u dat te veel lof? Nou, ik denk dat er is altijd een gevaar in het naar personen toe leiden, dit soort opmerkingen. Maar ik denk dat, ik was toevallig voorzitter van het Baselcomité toen de crisis begon. En als er een ander had gezeten, had hij dezelfde soorten dingen gedaan misschien. Ja. Als ik daar zat. Maar de voorzitter van het Baselcomité had in die periode grote invloed op het proces van nieuwe regelgeving. Ik geloof ook dat die opmerkingen toen in 2010, 2011 erg gekoppeld waren aan mijn voorzitterschap. Ja. Ik weet dat u niet erg houdt van het Baselcomité. Maar nog even terug op die periode van kritiek. Ja. Wat was voor u de meest pijnlijke periode? Nou, wat ik het meest pijnlijk vond is niet zozeer de kritiek die op mij gericht was. Ik vond het meest pijnlijk de kritiek die op de bank gericht was. Ik kende de bank goed. Ik had daar bijna rond 25 jaar toen gewerkt. En mijn waarneming was en is, dat waren allemaal ontzettend hardwerkende, toegewijde mensen. Een organisatie die zijn uiterste best deed. Een organisatie die naar mijn stellige opvatting ook gewoon een
goede organisatie was. U vond het oneerlijk voor die organisatie dan, die kritiek? Ja, ik vond het onterecht eigenlijk, die kritiek. Maar het moet op een gegeven moment toch ook persoonlijk een keer je echt raken? Het raakte mij persoonlijk op een gegeven moment toen ik zag hoe mijn eigen familie het vervelend begon te vinden. Zelf heb ik... U heeft er nooit echt letterlijk wakker van gelegen? Nee, van de kritiek. Maar kijk, het voor een deel even te maken met het feit... ik ben op het departement van Financiën begonnen. Ik was daar binnen een betrekkelijk beperkt aantal jaren... was ik de thesaurier-generaal. Ik zat dicht op de politiek. En ik zag hoe als je in, zeg maar, het politieke... en de banken is dan het semi-politieke kwadrant... het zijn geen politieke beslissingen... maar je zit al gauw tegen de politiek aan. Ik zag hoe... snel op een gegeven moment stemmingen kunnen wisselen. Hoe snel mensen die eerst bewierookt worden... En die mensen waar dat mee gebeurde... die waren voor mij nooit wat minder na de kritiek dan voor de kritiek. Nee. En ik snapte de processen? Ja, ik snapte de processen. En ik heb me altijd gerealiseerd... dat als ik lang in dit vak zou blijven zitten... ergens gaat er een keer iets mis. Dan heeft u nog heel lang uitgehouden? Ja, maar ik had ook eerder weggewild. Ik had veel eerder weggewild. Wanneer? Ik had eerst op mijn 62ste weggewild. Ik ben tot mijn 68ste blijven zitten. Wat toen speelde was de fusie met de pensioen- en verzekeringskamer. Daar was ik al lange tijd een voorstander van. Ja. En dat kwam ineens in een proces van stroomversnelling. Dat was niet het moment voor mij, vond ik, om bij de bank weg te gaan. Want het was een heel delicaat proces. Dan zou het leiderschap op dat moment ontbroken hebben. Dus het beeld dat u wilde blijven is eigenlijk onterecht ontstaan? Dat is volstrekte onzin. Ik wilde dus op mijn 62ste weg, omdat ik nog wat anders wilde doen. Op mijn 65ste kreeg ik een heel concreet aanbod om elders heen te gaan. Om ergens het hoofd van de financiële instelling te worden. Welke was dat? Dat was de Rabobank. Dat heeft Lenze Koopmans. Ik heb het nooit gezegd. Nee. Maar Lenze Koopmans heeft dat op een gegeven moment in de publiciteit gebracht. In een interview dat hij gegeven heeft. Dan had u eigenlijk het grote geld kunnen gaan verdienen. Want dat is zo oneerlijk. De toezichthouder verdient eigenlijk een grijpstuiver vergeleken. De bankiers in de private sector. Dat is nooit een argument van mij geweest. Dat is nooit, want ik ben in 2002 naar de Nederlandse Bank gegaan. In april 2002 kreeg ik al een aanbod om bij een grote Nederlandse financiële instelling te komen werken. Ik heb dat persoonlijk wel eens oneerlijk gevonden. Dat de toezichthouders, die worden eigenlijk relatief slecht betaald. Ze worden goed betaald als ambtenaar, maar ze worden slecht betaald vergeleken de private bankiers. Ja. Hebben niet die bonussen. Maar maken eigenlijk wel mogelijk dat de private banken zoveel geld kunnen verdienen. En krijgen achteraf de kritiek dat ze het fout hebben gedaan. De kritiek zat meer op de toezichthouders dan op de private bankiers. Ja, dat is overigens heel gek. De fouten worden gemaakt in een bedrijf. En dat de aandacht zich sterk gaat concentreren op een gegeven moment op toezichthouders. Dus overigens niet alleen in de bankaire sector. Dat is overal, of dat nou de gezondheidszorg is. Maar ook dat, daar heeft u goed mee kunnen leven. Nou, het punt is dat ik... eigenlijk vind ik het volgende voor wat betreft die honorering bij centrale banken. Ik vind de staf moet goed betaald worden. En je moet daar, want uiteindelijk, het is niet de man die de organisatie maakt. Het zijn de mensen die daar werken, opgeteld. En de leider is nooit sterker dan het gecombineerde personeel. Hij kan een organisatie een bepaalde richting induwen, maar hij heeft een goede staf nodig. Ik heb eens met Greenspan hier een gesprek over gehad toen weer in de Nederlandse kranten verschenen was dat ik meer dan Greenspan verdiende. Ja, en Greenspan die verdiende geloof ik 2 ton per jaar of zo. Ja, maar die had een verhaal wat mij zeer aansprak. Ja. Hij zei, is goed luisteren, onze functies, en dat vind ik ook, dat de functies op het niveau van de directie, die mag je best minder betalen. Want wij kunnen, nadat we zo'n functie een aantal jaren vervuld hebben, kunnen we andere banen krijgen. Ja, dat is het Amerikaanse model. Ja, maar zorg dat de staf veel meer krijgt. Toen ik in Basel zat, moest ik een Amerikaan uit New York aantrekken voor het Baselscomité, als hoofd van het Baselscomité. En ik kwam er toen achter, die verdiende bijna 3 keer zoveel als Greenspan. Ja. Dat was, nou, dit heeft Greenspan verdedigd in het congres. Dat heeft hij getrokken. En eigenlijk vind ik dat systeem zouden we ook bij ons moeten hebben. Dus. Hoe is uw relatie, of was uw relatie met Greenspan? Spreekt u hem nog?
Nee, nu niet meer. Nee. Met wie was u echt bevriend? Of bent u echt bevriend in het financiële systeem? Dus kern van dit soort kernfiguren in het financiële systeem. Wie is echt een vriend geworden? Nou ja, echte vrienden. De Weijer vrienden. De Oostenrijkse governor. Of de Finse centrale bankpresident. Of van echte vrienden. Had je daar met Trichet was ik zeer close. Nog steeds? Want Trichet speelt nog steeds. Ja, maar en dat zie je toch gebeuren als je weg bent. Ja. Kijk, je zag elkaar elke twee weken. Ja. In Basel of in Frankfurt of op een congres. En dat verwatert. Dat hou je 1-2 jaar vol. Het zijn werkvriendschappen. Het zijn geen echte diepe persoonlijke vriendschappen. Nou, een paar nog. Bellen we nog wel eens mee. Ik noemde de Oostenrijker, Klaus Liebscher. Maar er zijn er ook inmiddels overleden van deze mensen. Maar het zijn vriendschappen. De meeste zijn werkvriendschappen. En waar iets meer ontstaat, loopt vaak via de vrouwen. Dat is grappig. Dat is heel grappig. Die zijn sterker in het sociale vak. Ja, maar ik weet dat het niet meer modern is om die vrouw mee te nemen. Want dat gaat ten koste van de schatkist. Ja. En mijn ervaring is dat als... Want je zit vaak in toch wel zeer gecompliceerde discussies. Ja. Als de vrouwen bevriend zijn, maken de mannen geen ruzie. Nee, dat kan je dan niet voorlopen. Dat kan je dan niet maken. En ik heb er dus altijd een belangrijke bijdrage gevonden aan het internationale monetaire stelsel, dat af en toe de vrouwen meegingen. Over Trichet gesproken, wat ik interessant vind, is dat Trichet ruim een jaar geleden aanwezig was bij een belangrijke conferentie in Peking. In mijn ogen een belangrijke conferentie. Hij heeft weinig aandacht gekregen. Die ging eigenlijk over hoe we de volgende fase van dit financiële systeem mondiaal in zouden moeten richten. En ik vond het interessant dat Trichet er naartoe ging als oud-president van de ECB. Kon natuurlijk daardoor vrij praten. En zodra hij was gegaan, zou het veel aandacht krijgen. U komt zelf regelmatig in China. De Chinezen zijn heel erg bezig met hoe moeten we de komende 50 jaar in gaan richten. En wat is onze plaats daarin? Dat klopt. Chinezen, wat mij fascineert aan de Chinese kant is dat ze aan de ene kant dus erg bezig zijn met de verdere toekomst. Echt langer dan 10, 20 jaar. Ze zijn zeer strategisch aan denken. En ze hebben meer moeite, heb ik de indruk, vaak met de heel korte termijn. Dus zijn zeer strategische denkers. Maar als je vanmorgen iets moet organiseren, dan loopt het vaak wat ingewikkelder. Wij zijn in het Westen beter op de korte termijn. Dat is een fantastisch contrast. Ja. Hoe vindt u dat eigenlijk, die sfeer, die cultuur in Azië? Dat verschil in besef, dat verschil in tijd bijna. Ik vind het, mijn ervaringen daar, die behoren tot de meest fascinerende in mijn leven. En waardoor komt dat precies? Omdat het een hele andere cultuur is. Het is een andere manier van denken. En wat ik hier probeer, de invalshoeken zijn anders. Nu chargeer ik een beetje wat ik nu zeg, maar om het duidelijk te maken. Je ziet bij ons dat wij vanuit het individu denken. En dan komen we uiteindelijk, arriveren we wel eens bij de gemeenschap. Ja. Daar moeten we ook wat voor doen. Hè? En dan moet de overheid vooral niet te veel doen. En in China zie je dat het van de invalshoek is echt van een andere kant. Men begint bij de gemeenschap, draagt het bij aan het gezamenlijk belang en het risico dat daarbij gelopen wordt, en dat gebeurt ook in de praktijk, is dat het individu vertrapt wordt. Ja. Dus nogmaals, ik chargeer een beetje, maar het startpunt van de redeneringen is echt verschillend. En als ik vraag waar wil China naartoe? Ik heb wel eens gelezen dat de Chinezen denken eigenlijk, die plannen naar 2048, dan is de revolutie 100 jaar. Dan hebben ze een bepaald beeld voor ogen. Herkent u dat? En welk beeld, waar gaan ze naartoe? Waar willen ze naartoe? Nou, ze hebben best een ingewikkeld model hebben ze voor ogen. En ik weet niet of ik het woord derde weg is ook wel eens in een andere context gebruikt. Maar wat je ze ziet doen, en ik denk dat dat onderschat wordt hier, ze zijn echt hun economie aan het liberaliseren. Mm-hmm. En elke keer zeggen we dat is niet waar, als wij er last van krijgen. Yeah. Want bijvoorbeeld de wisselkoers, daar zijn ze stappen aan het maken, heel geplande stappen. En we hebben jarenlang gezegd, je moet de wisselkoers vrijgeven, maar op het moment dat ze dan
in die wat vrijere fase komen en hun valuta gaat omlaag, dan roepen we meteen, ze zijn de zaken aan het flessen en ze zijn met concurrerende devaluaties bezig. Nee, ze zijn, dat is de ene kant van de medaille, ze zijn de economie aan het liberaliseren. Tegelijkertijd geldt dat niet voor het politieke systeem. Maar terug naar het plaatje. Ja. Welk plaatje, welk beeld hebben zij voor ogen? Waar willen ze naartoe? Nou, zij willen dat overeind houden. Een geliberaliseerde economie met een voldoende hoog welvaartsniveau. Want in die termen praten ze ook steeds. Het inkomen moet verdubbeld worden in x jaren. Ja. We willen zoveel mensen boven de armoedegrens brengen. Dat zijn, maar dat willen ze met een politiek systeem. Ja, waarvan je gewoon moet afwachten of dat politieke systeem overeind gehouden kan worden. Dus dat is de binnenlandse kant. Mm-hmm. De buitenlandse kant, die is er ook. Er is heel duidelijk een instructie aan, ook aan de Chinese bedrijven gegeven. Dat is ook de Chinese politiek. Go global. Ja. Dat is ook een opdracht die bank waar ik bij zit gekregen heeft. Go global wordt onderdeel van het internationale stelsel. Ja, koop je in. Doe mee met internationale overeenkomsten. Ga in internationale instituties actief worden. Ja. In wezen doen ze hetzelfde als wij in het verleden gedaan hebben. Maar dat is natuurlijk wel een gamechanger van wat je één keer in 100 jaar gaat meemaken. Ja, dit is, het is, eigenlijk is het een terugkeer naar vroeger. Ja. Want tot 1800 was de Chinese economie was de belangrijkste in de wereld. Ja, maar de internationale samenwerking was natuurlijk relatief beperkt. Was minder groot. Dat gezegd zijnde hadden ze wel hun zijderoute naar Azië. En hadden ze hun route naar Afrika. Naar Afrika en een route naar richting Europa. Wat ik een van de meest fascinerende dingen vind op dit moment. Dat is dat ze zijn dit aan het herhalen. In het begin, als ik dit vertelde in Nederland, begon men te giechelen ze bijna. Ze zei, dat is romantiek. Nee, je ziet dat ze bewust bezig zijn. En dit is internationaal een focus van ze. Ze zijn bezig de oude zijderoutes te herstellen. In die zin dat ze ook steunen de opbouw van infrastructuur in de landen rond die oude zijderoute. Ja. En ze gaan daardoor een economisch adherentiegebied creëren van 3, 4, 5 miljard. En dat is ongelooflijk, hè? Dat je een markt van 3, 4, 5 miljard gaat verbinden. Dat is ongelooflijk. En wat zij doen ook in China zelf op dit moment, dat is dat de knooppunten van deze zijderoute naar ons Westen en naar Afrika gaan ze aansluiten op ontwikkelingsplannen die ze voor het binnenland hebben. Want ze hebben op dit moment eigenlijk met name de zuidkant hebben ze ontwikkeld. Ja. Dus ze gaan, dat is het strategische denken van. En waarom is dit zo belangrijk voor ze? Ja, je ziet bijvoorbeeld in Afrika heel veel Chinezen die daar betrokken zijn bij grote infrastructurele projecten. En dan wordt er gezegd, ze zijn de wereld aan het overnemen. In wezen doen ze hetzelfde als wij in het verleden gedaan hebben. Ze hebben eigenlijk heel goed opgelet hoe het Westen het heeft gedaan. En het is overigens ook in het belang van die landen. Als je de plannen ziet die ze hebben ten aanzien van die oude zijderoute over land, dan willen ze daar inderdaad bruggen gaan bouwen en wegen gaan aanleggen. Wat die landen dus ook versneld zal ontwikkelen. Maar ze hebben er zelf groot belang bij. Ja. Nou, tussen Europa en China ligt een heel groot land en dat is Rusland. En dan wordt het interessant, want Rusland en China zoeken heel erg de samenwerking, zeker sinds de westerse sancties zijn ingesteld. Ja. Hoe bedreigend is dat voor het Chinese grote plan en hoe bedreigend is dat voor ons? Of is het juist beter als we met z'n allen gaan samenwerken op het Euro-Aziatische continent? Uiteindelijk zou het beter zijn als we allemaal met elkaar zouden gaan samenwerken. Maar dat wil Amerika niet. Dat is voor Amerika een bedreiging. Kijk, daar zie ik. We praten over geopolitiek. Dat is niet mijn vak helemaal. Maar wat ik eigenlijk. Ik snap er vast wel een beetje van. Een beetje. Wat ik wel waarneem is dat aan de ene kant zie je dus de samenwerking tussen de Russen en de Chinezen. Aan de andere kant weten we ook dat de Russen niet altijd de grootste vrienden van de Chinezen zijn. En daar zit ook iets van ambivalentie. Dit is een geopolitieke aanpak. Ze kunnen elkaar nu gebruiken. Ze kunnen elkaar niet goed gebruiken. Maar je hoeft maar naar de periode voor de Tweede Wereldoorlog terug te gaan. Toen lag de Russische vloot in de Chinese wateren. Mm-hmm. En werd als zeer bedreigend ervaren. Ze kunnen elkaar nu gebruiken. Als ik nog naar een
een hoger geopolitiek stapje mag gaan. Ja. Wat er aan het gebeuren eigenlijk is, en wat ik zeer betreur, dat is dat de Amerikanen niet aan die Aziatische investeringsbank hebben willen meewerken. Ja. Want de Chinezen wilden ze daarbij hebben. Ja. Ik denk de Amerikaanse regering ook, maar het Amerikaanse congres heeft dat geblokkeerd, met name de Republikeinen. Wat daardoor potentieel gebeurt, is dat de Chinezen dus een economisch gebied gaan creëren, zo groot, dat ze de Amerikanen maar in betrekkelijk, op de wat verdere toekomst, in betrekkelijk beperkte mate nodig hebben. Dat is een eiland in de oceaan met 300 miljoen mensen. Ja, en de China is 5 keer zo groot bijna. En het Eurasiatische continent is 4, 5 miljard. Ja, en wat je dus ook heel sterk ziet, is dat de Chinezen zich richten op Latijns-Amerika. Dus nu even vanuit de westerse kant bekeken, denk ik dat het gewoon niet zo vreselijk verstandig is van de Amerikanen om zich hier te isoleren. Want uiteindelijk is het zo dat de omvang van een economie op de lange termijn wordt bepaald door de omvang van je bevolking. De veronderstelling is dat je dan op een gegeven moment elkaars technieken into. Dan zijn ze 5 keer zo groot als Amerika. Kent u dat boekje van de heer Brzezinski uit de jaren 80? Ja. Grand Chessboard. Ja. En die zegt, Amerika weet dit en die moet er eigenlijk altijd voor zorgen dat er onrust is op het Euro-Aziatische continent om deze reden. Ja, maar daar kan je niet altijd voor zorgen. Oekraïne? Ja. Ik weet niet of wie daar het startpunt is geweest. Amerika heeft de revolutie gefinancierd. Ja, ik, dan was daar, dat weet ik niet. Ik vind het een wat primitieve. Ik ken het boek en ik ken de theorie. Ik vind het een wat primitieve, misschien te veel Amerikaanse benadering om te denken dat je daarmee veilig bent tot in lengte van dagen. Je bent dit niet veilig, maar het is pas wel bij de Amerikaanse doctrine van regime change om het te proberen. Je kunt het proberen, maar de vraag is of dit een houdbaar systeem is. Of je hiermee kunt overleven. Natuurlijk, je kunt. Dat doen de Russen bij tijd en wijle ook. Nu worden de Russen beschuldigd van het creëren van onrust. Dit is niet een stabiel systeem. Maar u verwerpt de doctrine dus niet, maar u zegt het is een onverstandige doctrine. Niet. Het lijkt me in ieder geval een onverstandige doctrine. Hoe staan de Chinezen hierin? De Chinezen willen heel graag samenwerken volgens mij met de hele wereld. En met Amerika, en met Europa, en met Rusland. Ja. Om economische redenen. Maar de Chinezen eisen ook verandering in het systeem. Ja, terecht. En wat zijn hun voornaamste bezwaren? Nou, dat ze gewoon niet een evenredige stem hebben in het stelsel. Als we kijken naar het internationale monetaire fonds, dus als we dichter bij de economie blijven, dan is het zo dat Amerika daar nog alles kan blokkeren. Het vetorecht in het IMF. Ja, het vetorecht. En China er nauwelijks aan de bak komt. En als je dan kijkt naar de omvang van dit land. Toen ik voorzitter van de Bank voor Internationale Betalingen in Basel was. Ik was voorzitter, komend uit een land dat maar 1% van de wereldeconomie vertegenwoordigde. Ja. En in de board, in de raad van bestuur, zat China niet in. Ja. Ik heb me in die periode zeer sterk gemaakt voor, en dat lag erg moeilijk, ook politiek moeilijk in de Verenigde Staten, voor het lidmaatschap van China. Uiteindelijk is dat gelukt. Met veel moeite. Naderhand heb ik me sterk gemaakt voor het lidmaatschap van China in het basiscomité. Daar waren ze ook geen lid van. Maar het is te gek voor woorden. Ook als je andere opvattingen hebt. Hè. Het is te gek voor woorden dat als je in een integrerende wereld, financiële integrerende wereld zit, dat je zo'n belangrijke partner niet een stem wilt geven. Dus ik vind daar de Chinezen groot gelijk in. Ik was laatst aanwezig bij een conferentie in Peking die ging over de toekomst van de SDR en Multi-Reserve Currency System. Daar waren vertegenwoordigers van alle landen, maar Amerika had er bewust voor gekozen daar niet bij aanwezig te zijn. Eigenlijk omdat ze daarmee aan wilden geven, wij steunen die ontwikkeling niet, hè, die oproep om. Dat is ongelooflijk. Ik vind dat onbegrijpelijk eerlijk gezegd. Want in die valuta heb je op een gegeven moment een mandje. Daar zitten zeg maar representatieve valuta voor de wereldeconomie. Dat is dat IMF-valutamandje, de special drawing rights van het IMF. Ja,
Er zijn voorwaarden verbonden aan, zeg maar, dat je in dat mandje zit. Want je moet relevant voor de wereldeconomie zijn. Dus je moet een valuta hebben die ook, ja, waarin gehandeld kan worden. Hè, waarin vrije wisselbaarheid tegen andere valuta is. Nou, China heeft stap voor stap is dat de goede richting uitgegaan. Is in dat mandje opgenomen. Als vijfde munt nu, hè? Ja. En dat moet je dan ook vervolgens, want anders in wezen schrijf je het mandje af. Waarom willen die Chinezen zo graag verder met dat SDR-valutamandje? Is dat omdat ze daarin een vervanger zien op termijn voor de dollar als wereldvaluta? Nou, ik denk in de eerste plaats omdat duidelijk dan wordt dat ze serieus genomen worden. Dat ze tot de grote valuta in de wereld behoren. Maar ze hebben ook plannen met de SDR. Ze hebben plannen met de SDR, maar ik even weet, dat is in wezen een beetje een ander onderwerp wordt het. Een interessant onderwerp. Ja, nee, maar het leidt mij af van een opmerking. Komen we daar zo op terug. Die ik wilde maken. En dat is namelijk dat op het moment dat de Chinese valuta in de SDR werd opgenomen, had de hele wereld kunnen weten dat de Chinezen zouden ophouden met het koppelen van hun valuta aan de dollar. Want anders ga je niet in het mandje zitten. Dat zou een beetje dom zijn. En toch kwam het voor de financiële wereld, de financiële markt, als een enorme verrassing. Ja. En er kwam meteen het verhaal, de Chinezen communiceren slecht en wat iets meer zijn. Kwam het als een verrassing dat de Chinezen overgegaan zijn op een mandje. En dat ze meer flexibiliteit van hun wisselkoers aanvaarden. Dat hoort allemaal bij een wat modernere aanpak. Als ik even terug mag gaan naar die conferentie en Trichet waar ik het over had. Trichet die ging naar Peking om met China te overleggen en te brainstormen over een volgende fase van het financiële systeem. We hebben de afgelopen weken een stroom van berichten gekregen van ook oud-collega's van nu. Mervyn King met zijn nieuwe boek die zegt het systeem moet worden hervormd. Hoe komt het dat opeens iedereen tot het besef komt dat het eigenlijk zo niet veel langer meer kan? Nou, komt in ieder geval door de crisis die over ons heen gekomen is. En waardoor we gezien hebben dat zoals we deden, dat het niet goed ging. Maar dat is wel een schok, toch? Op welk moment besef je dat? Nou, ik denk dat we misschien dat we het niet zo geformuleerd hebben. Maar het was eigenlijk toch vrij duidelijk dat bij de nieuwe wereld die aan het ontstaan was. En dan praat ik met name over wat er grensoverschrijdend mogelijk werd. Dan praat ik over de globalisering. Ja. Misschien is het nog makkelijkst om je te focussen op Europa. Daar werd ook alles geglobaliseerd. Als je een bankvergunning had gekregen op IJsland, dan kon je hem in heel Europa gebruiken. We hebben gezien in Europa dat de infrastructuur om dat alles te beheersen niet aanwezig was. En in Europa hebben we daar conclusies uit getrokken. We hebben een bankunie, belangrijke dingen op dat terrein gedaan. En zo is op wereldschaal ontbreekt ook de infrastructuur. Om de nieuwe, zeg maar, in die geglobaliseerde wereld om de zaak onder controle te houden. En als u nou in een situatie zou komen dat u mag toveren hoe dat nieuwe systeem voor de komende 100 jaar neemt, hoe zou u dat dan schetsen? Wat hebben we dan nodig als wereld? We hebben in ieder geval nodig een veel sterkere internationale financiële autoriteit. Een soort super IMF. Ja, we hebben een IMF. Een wereldcentrale bank. Ja, maar kijk, ik ben geen BIS, geen IMF, maar iets wat daarboven staat. Ja, maar kijk, ik ben blijf af en toe nog nadenken, zal ik maar zeggen. Het grote probleem is, in zo'n wereld moet je eigenlijk soevereiniteit overdragen aan. Dat is een beetje wat we eerst in Brussel hebben gedaan en dan noem je het op mondiaal niveau. Moet je en dan moet je dus wel reëel blijven. Als je dat ligt gevoelig, hè? Dat ligt om het heel voorzichtig uit te. Dus het ligt, we hebben toch gezien, het IMF heeft een poging gedaan in de context ook van het aanpakken van de crisis om meer grip te krijgen op het wisselkoersen. Maar ja, dan geef je wel een stuk autoriteit geef je op over zeg maar, het runnen van je eigen land. En dat is een dilemma. Dat zie je op het kleine niveau, op het lokale niveau zie je dat. Zonder crisis krijg je dat nooit voor elkaar. Nee, en met een crisis is het nog maar de vraag of je duurzame systemen creëert. Als achterliggend niet ook het gevoel is dat dit ook echt zo moest. Dat het niet afgedwongen wordt alleen door de crisis.
Ja, Mervyn King, die je goed kent, de Renaud Dwelling van Engeland, inmiddels met pensioen, heeft een fantastisch boek net geschreven, 400 pagina's. Ik heb het nog niet helemaal gelezen, want het is nog niet uit, maar wat we ervan lezen, het schijnt fascinerend te zijn. Maar die zegt, we moeten dat systeem hervormen tot een new financial world order, anders kunnen wij de volgende crisis niet aan. Nee, anders de crisis komt niet of op een andere manier, minder. Maar dan moeten we weer teruggaan naar zeg maar, het compartimenteren van delen van de wereld. Kijk, als je alleen dan ga je opsplitsen, dan ga je nog meer opsplitsen. Ja, dat is de weg terug. Is dat, ja, dan ga je nationaal alles oplossen. Ja, nou ja, valt een euro uit elkaar. Ja, maar daar zie je dus elementen ook van. Het aantal protectionistische maatregelen bijvoorbeeld in de afgelopen periode. Als je het afgelopen jaar neemt, is weer een stuk groter dan het aantal protectionistische maatregelen van een jaar daarvoor. Dus er zijn eigenlijk maar twee wegen. Of veel meer samenwerken in de wereld, of veel minder dat je dat is nog een derde weg, namelijk dat tussendoor bleven schipperen en af en toe toch weer een behoorlijke crisis kregen. En dat zal de weg zijn die we gaan lopen. En dat is de meest waarschijnlijke weg. En laten we ook niet onderschatten. China wil dat eigenlijk ook, hè? China wil niet te grote veranderingen in één keer. Nee, maar het grote probleem ook is dat grote veranderingen moeten dan nog uiteindelijk gedragen worden. We hebben nog steeds een discussie over de euro. Dat heeft toch voor een deel van doen met het feit dat het draagvlak niet 100% is. Maar de Chinezen willen ook dat het blijft bestaan. Hè? Die willen er niet aan denken dat ze weer in 28 verschillende valuta moeten gaan handel drijven in Europa. Nee, ja, de buitenwereld wil dat. Ik moet er zelf ook niet aan denken. Dat ik steeds, nu ben je gewend aan dat je met een euro de grens over kunt reizen. Ja. Maar je raakt steeds aan twee dingen die heel, denk ik, als je er langer over nadenkt. De ene is de overdracht van soevereiniteit. En het andere is burden sharing, het verdelen van lasten. Ja. Want bij het overdracht van soevereiniteit hoort op een gegeven moment ook dat je bereid bent een stukje van de lasten van anderen te dragen. Want anders is het niet pijnlijk als de soevereiniteit je niks kost overdragen. En die dingen, elk Europees probleem komt steeds daarop neer. Gaan we het redden in Europa? Ik hoop dat van harte. Hoeveel procent kans geeft u dat we over 10 jaar nog... Dat doet Willem Buiten altijd, die geeft er kansen aan. En dan die cijfers die veranderen elke week dan. Ik weet het niet. Wat ik wel weet is, Europa gaat door een buitengewoon ingewikkelde periode. En ik ben erg bezorgd over Brexit. Veel bezorgder dan over de Griekse problemen. Dan over de vluchtelingencrisis? Het grootste probleem is de vluchtelingencrisis. Ja. Maar, en dat zal nog een tijd zal dat bij ons zijn. En is misschien onderdeel van een nog groter probleem, de vluchtelingencrisis. Want welk nog groter probleem? Het nog grotere probleem is dat deze geglobaliseerde vrije wereld... ik heb ramingen gehoord van, niet gepubliceerd, in kringen van de VN gemaakt zijn, dat er mogelijk in 2050 wel een miljard mensen op drift raken door de grote inkomen. Op zoek naar een betere wereld, of een betere toekomst voor zichzelf. Toekomst. Hier heb je dus de hele directe impuls vanuit die vreselijke situatie in het Midden-Oosten. Maar je ziet ook, dit vermengt zich met Afrika. En hoe rijker ze in Afrika worden, hoe meer ze geld ze hebben om de tocht te kunnen maken. Dus de vluchtelingen, het diepste probleem, en eigenlijk een breder probleem, is dat onrust en ongelijkheid in de wereld tot stromen leidt. Dus die globalisering steeds, die komt in alle varianten terug. Als we nou eens... Maar Brexit is dus, dat vindt binnenkort plaats. Mm-hmm. En u gaat er al vanuit dat het gebeurt? Nee. Ja, het referendum vindt binnenkort plaats. En ik denk dat je nog steeds kunt zeggen dat het percentage onder de 50% ligt. Maar er hoeft maar één ongeluk te gebeuren in de komende maanden. En waarom is dat zo bedreigend? Het is bedreigend, want we begonnen bij uw vraag over Europa. Ja. Het is niet zo bedreigend, denk ik, voor de Engelsen. Die redden zich wel, laat ik maar zo zeggen. Het kan een domino-effect opleveren. Het is besmetting op het vasteland. Dat anderen zeggen, ja, maar als zij dit mogen en eruit willen, waarom wij niet? En de vraag was dus, hoe ziet u de toekomst van Europa? Valt dat over uit elkaar? Ja. Dan zeg ik, daar is de Brexit-discussie een belangrijk element in. En daaroverheen hangt inderdaad als veel groter probleem het vluchtelingenprobleem. Veel groter probleem menselijk uiteraard. Maar ook
En nogmaals, steeds raakt het aan. Ben je bereid om een geglobaliseerde wereld toe te staan? Schengen kun je alleen handhaven als je sterke buitengrenzen hebt. Ja, en die hebben we niet. En die zijn zo poreus als wat? Ja, nou ja, een oplossing kan zijn, als dat een oplossing is, dat die grenzen minder poreus gemaakt worden. Ja, maar als je een zee hebt als grens, ja, dan ben je weg. Ja, dus is best een. Daar ligt dus. Ik sprak laatst op een conferentie, moest iemand voor me spreken, en die was helemaal gespecialiseerd in scenario planning. Hij was ooit CEO geweest van een groot mijnbouwbedrijf. Hij was door Interpol uitgenodigd om daar zijn lezing te geven over scenario planning. Omdat Interpol met scenario's werkte, dat ze wisten dat onze grenzen poreus waren. Ja. En wat doe je als grote delen van de bevolking achterkomen dat je zo Europa binnen kan komen? Nou, dat is nu aan het gebeuren. Ja. Is dat niet alleen te stoppen als wij iedereen een basisinkomen bijvoorbeeld zouden geven wereldwijd? Dan moet je een hoop mensen een basisinkomen geven. Ja, maar we leven nu in een wereld waarbij we zien dat we geld uit niets kunnen creëren zonder dat er rare dingen gebeuren. Ja, die rare dingen die gaan nog gebeuren. Dan ga ik even terug naar een lezing die u gaf, of een speech bij het CFA Dinner, Certified Financial Analyst. Welk jaar was dit? 2015. Oké, dat is nog van. Ik zat in de zaal en ik heb toen wat getweet. Ja. U zei daar onder andere. You criticized the ECB QE policy, dus de geldcreatie. Ja. En u vergeleek het met de Japanese kamikaze QE. Ja. Wat bedoelde u daarmee? Nou, kijk, dit beeld is, het kamikaze beeld is ontleend aan de Tweede Wereldoorlog, waar een Japanner een vliegkampschip naar de bodem van de zee zou moeten helpen. Door er zelf zich in te laten als storten. Als het nodig was, dan met voorbijgaan van alle dingen zelf erbovenop. Single-minded, focused. Wat ik hier zie is iets. En nogmaals, dit uiteraard probeer je om als je een boodschap wilt overbrengen, een plastisch beeld ervoor te gebruiken. Hier zie ik een ECB die heeft gezegd, we willen koet de inflatie naar dicht bij 2% brengen. En dat is een ECB die zich niet wil realiseren, misschien wel realiseert, maar daar trekken zich niks van aan, dat vele andere factoren die inflatie kunnen beïnvloeden. Ja. En ook beïnvloeden op dit moment. Die factoren kunnen wel eens zo sterk zijn, dat als jij maar aan die 2 blijft vasthouden, dat je inderdaad dan een kamikaze-piloot wordt. Dat je dat allemaal niet meer ziet en je blijft storten. Uiteindelijk lukt het, hè? Je kunt inflatie is een maar je wordt te laat wakker en dan nou is ja, schade. Wat je allemaal de schade die je hebt aangericht. Hè? Want je bent disproportioneel bezig. Een kamikaze-piloot is ook disproportioneel bezig. Dus u bent bang dat dit een soort kamikaze-politiek aan het worden is? Nou, wat ik vind, dat is dat. Het zijn verschillende dingen. Maar wat ik vind, dat is dat. Men heeft het doel verabsoluteerd. En je bent nooit tot het onmogelijke gehouden. Het Engelse systeem is overigens ook anders. Hè. Daar heeft de Engelse Centrale Bank heeft een inflatietaak. En als het niet lukt, dan legt het naderhand aan de minister uit dat er bijzondere factoren waren die een rol speelden. Doelheilig nu alle middelen in Europa. Doelheilig alle middelen. En de er wordt zelfs over 4% gesproken al, hè? Ja, maar dat zijn allemaal. Ja, oké. Okay. Maar hier is de formulering van de ECB, het is een moral duty, het is een legal duty, dit is onzin. Het is nooit een duty geweest om de hele wereld op te kopen. U heeft daar die avond ook gezegd, wij als centrale banken hadden een systeem om ons ongedekt geldsysteem eigenlijk te controleren. If we go on and on and on, we're heading to a disaster. Ja. Dat is eigenlijk hetzelfde wat. Ja, dat is hetzelfde. Kijk, je kunt een ander beeld gebruiken. Dat heeft Caruana van de BIS, ik geloof in november 2013 al eens gebruikt. Dat vond ik eigenlijk ook een heel goed beeld. Dan heb je een dokter. En er ligt een patiënt. Nou ja, de patiënt zit tegenover me. En ik ben de dokter nu even. En ik heb een diagnose gesteld. En ik geef de patiënt een spuit. Maar het werkt niet. Of het werkt onvoldoende. Dan heb je dokters die nog eens goed zich afvragen, is mijn diagnose juist? Ja. Je hebt dokters die zich afvragen, heb ik het juiste medicijn gegeven? Maar je hebt misschien ook dokters die zeggen, nou, dan geef ik toch een grotere lading. Ja. En die blijft maar spuiten en spuiten en spuiten. Mm-hmm.
En dit is wat er met QE in mijn perceptie aan het gebeuren is. Het kan niet waar zijn, laat ik het zo zeggen, dat je door allemaal het medicijn te vergroten, mm-hmm. dat je een controleerbare uitkomst krijgt. Maar je krijgt wel meer inflatie op een gegeven moment. Maar dan kan er nog een dokter de kamer binnenkomen en zeggen, ik heb hier nu, ik kom net uit het lab, ik heb experimenteel medicijn. Ja. Waarschijnlijk gaat het leven van patiënt verlengen, maar het zal hele zware bijwerkingen hebben. Ja. Maar het is de keuze of hij gaat dood de komende paar weken, of hij heeft nog een paar maanden extra. Wat doen we komen dan? Komen we aan het zeer onorthodoxe monetaire beleid, zeg maar. Ja, komen we aan het tweede punt. Waarom doen we het? We doen het omdat we willen geen deflatie. Dat is het verhaal van de ECB. Want je krijgt anders, als we dit niet zouden doen en we zouden niet naar die 2 gaan. Maar je zou op zichzelf bezien tevreden waar we in het verleden ook. Als het 1% was, zo wat. Of 0, zo wat. De reden dat men dit doet, is omdat men bang is voor een deflatorische spiraal. Waarom is dat zo gevaarlijk? Omdat ze veel schulden hebben en die schulden dan steeds zwaarder gaan? Dat is een deel van het verhaal. Maar het is zo dat als je eenmaal in een deflatorische spiraal bent, dan een consument is de gedachte die denkt, nou, dan wachten we nog een weekje met wat te kopen, dan is het weer goedkoper. Ja. En na die week zeggen ze, ja, maar dan wachten we nog even, want het wordt allemaal goedkoper en goedkoper. Ook hier heeft de Bis en Eider verhaal over geschreven. Namelijk, deflatie in die zin is heel zeldzaam in de geschiedenis. Dat hebben we gezien in de vorige eeuw, voor de Tweede Wereldoorlog op een gegeven moment. In de jaren 30. In de jaren 30. Maar dat was een heel andere wereld. Ja, dit is een economie met een heel andere structuur. Het is een economie waar de dienstensector 70-80% van de economie uitmaakt. Waar dus de lonen dominant zijn. Die fietsen niet maar in een sneltreinvaart naar beneden. Dus het rammelt naar mijn gevoel aan alle kanten wat ze eraan doen. Los van de neveneffecten. Ja, ik wil nog terug naar een derde uitspraak van u daar. Want daar schrok ik zelf eigenlijk een beetje. Ik zeg het in het Engels, want u zei het ook in het Engels. My fear is that at a certain moment it becomes clear that the system will break. U beschreef dat als uw angstbeeld dat als we maar doorgaan met geldcreatie... Dat het besef zou komen bij een groot deel van bijvoorbeeld beleggers en investeerders dat systeem op een gegeven moment in het hart. Ja, het heeft verschillende aspecten, dat breken van het systeem. In mijn perceptie, nogmaals, is mijn perceptie. En er zijn, zeg maar wat eens, net zoveel economen. Ja, ik ben er vooruitgenodigd, maar er zijn net zoveel economen. Je snapt het systeem een beetje. Ja, nou ja, goed, dat is. Nee, ik heb een visie op het systeem, maar anderen hebben een andere visie. Ja, maar u kent het goed. En ik ken weinig mensen die het systeem beter kennen dan ik. Dus ga door. Wat er in wezen aan het gebeuren is, dat de ECB, zeg maar, de verkeersborden in het systeem aan het verwijderen is. Verkeersborden, benchmarks, waaraan je vasthoudt, waar een belegger zich kan vasthouden. Je weet wat een risicovrije belegging is. En je hebt inschattingen van risico's. En dan krijg je een heel raamwerk van rentestanden die je denkt dat bij risico's horen en koersen. Je bent in wezen dat systeem aan het vernielen. Ja. En je maakt. Je ziet dat ook meer en meer komen nu. Dat hoor ik ook uit. En het besef begint bij meer en meer partijen te ontstaan. Door het ontstaan dat ze gewoon dat houvast aan het kwijtraken zijn. Je bent eigenlijk. Lex Hoogduin zei dat. Dat is een formulering die ik in het verleden ook wel eens gebruikt heb. En dan kijkt men altijd een beetje verbaasd. Je bent eigenlijk de integriteit van het financiële stelsel aan het aantasten. Waarom zijn we tegen inflatie? We zijn tegen inflatie omdat dat ook. Dan raak je de juiste benchmarken kwijt voor je economisch handelen. Hier ben je ermee bezig. En als je dit in dus dat is één aspect van onbeperkt QE. Maar hebben we het point of no return daarin, zijn we dat niet al voorbij? Nou, dat weet ik niet, maar we komen er langzamerhand wel dichtbij. En vandaar ook dat je dit nu uit de markten ziet. En een hoop van uw collega's beginnen te waarschuwen. Hè? Ja. Mervyn King, Schauble. Ja, Lex. Nou de BIS, dit wat ik. Ja, de BIS eigenlijk, ja, al langer nu. Wat ik in al de jaren dat ik hierbij betrokken ben geweest bij de financiële wereld, nooit zo helder heb gezien, of nooit zo, zo zichtbaar heb zien worden, is een verschil van standpunt tussen, zeg maar, de staf van de Bank voor Internationale Betalingen en de governors, de presidenten van de belangrijke centrale banken. Want de BIS, Claudio Borio, heeft laatst nog eens een speech gehouden en die heeft gezegd, we moeten toch eens goed nadenken over enkele fundamentele uitgangspunten van ons monetaire beleid.
Want misschien ziet de wereld er wel anders uit dan we aan het denken zijn. U bent veel in China. Ja. Wat hoort u nou van de Chinezen? Waar zijn de Chinezen bang voor als het om dit soort dingen gaat? Die hebben grote financiële reserves in euro's en in dollars. Ze zijn eigenlijk toch nog heel sterk met zichzelf zijn ze bezig. Met die eigen stabiliteit. De eigen stabiliteit, ja. Maar ze zijn ook hun ongedekte geldposities aan het hedgen, als het ware. Ze kopen niet voor niks zoveel goud. Dat klopt. Ze hebben nogal wat goud, hoewel niemand weet hoeveel goud ze... Ze accumuleren. Ik zou het niet weten in welke mate ze aan het accumuleren zijn. Kan ik u wel wat over vertellen, maar... Ja, daar mag ik best wat over vertellen. Ze hebben meer dan 10.000 ton geaccumuleerd. Ja. Daarvan staan er ongeveer 1700 ton op de balans van de centrale bank. Maar ze hebben een programma, wat ze zelf zeggen, dat noemen ze Storing Gold with the People. Ze zeggen, het is niet ergens de commerciële bank of de privépersoon dat goud bezitten, want in tijd van crisis kan je het oproepen. En dat is in totaal nu meer dan 10.000 ton. Ja, dat weet ik dus niet. Dat dit gebeurt, weet ik wel. Maar de omvang heb ik eigenlijk geen enkel zicht op. Maar ze zeggen dat doen we als een hedge op het in feite paper money system. It's our hedge. Ja, maar toch... Kijk, hun focus zit op hun eigen problemen. En die zijn best groot. Mm. Ik denk dat ze daar ook best uitkomen. En dat wij ook vaak gewoon verkeerd lezen wat daar in dat deel van de wereld aan het gebeuren is. Maar het is duidelijk dat er is een bankaire sector met hele grote spelers die van groot belang is. Maar het probleem is dat er ook een niet-bankaire sector is die veel moeilijker onder controle te houden is. Hoe komt het dat u altijd een beetje ongemakkelijk wordt als het over goud gaat? Nou, ik word niet ongemakkelijk. Maar wordt heel voorzichtig in ieder geval. Nee. Maar ik wil, het goud heeft bij mij wel in zoverre een voorgeschiedenis. Dat is dat tijdens een van mijn colleges, professor Dr. P.B. Kreukniet, met groot enthousiasme vertelde dat het goud eigenlijk geen fluit waard was. Ja. Daar heeft u heel goed naar geluisterd. Nou, dat is altijd bij me blijven hangen. Dat is altijd bij maar me de Chinezen, maar snapt u dan... Vindt u dan dat de Chinezen gek zijn geworden? Nee. Want ik heb dat nooit overgenomen. Maar ik zeg alleen... Maar wel hoog verkocht. Ja, daar wil ik ook wel wat over zeggen. Maar dat is bij mij altijd blijven hangen. Het contrast tussen het goud, zoals dat in de perceptie bij mensen leefde. En deze hoogleraar die zei, laten we alle goud van de wereld eens op een eiland in de Stille Zuidzee brengen. Dat was het voorbeeld dat hij gaf. Mm-hmm. Iedereen uit alle kluizen en daar leggen we neer. We zitten allemaal gewoon heel tevreden. We hebben dat goud veilig opgeborgen. Er kan niemand bijkomen, grote kluizen. Dat was in een periode dat er nog geen telegraaf of telefoon was of wat dan ook. Ja. Nou, eens in de 10 jaar gaan we eens kijken hoe dat goud daar ligt. Blijkt het eiland in de Stille Zuidzee weggezonken. Ja, ik wou net zeggen, het zakt weg. Zakt weg. Hij zei, kijk, dat is nou economisch gezien... Maar uw voorganger Jelle zelf, u kent zijn autobiografie waarschijnlijk uit uw hoofd. Ja. Die zei, goud is misschien een heel irrationeel anker voor een financieel systeem. Maar het werkt wel. Nee, maar die conclusie, die deel ik. Dus ik zeg, zo is het bij mij begonnen met mijn... Laat ik zeggen, toch interesse in goud. Ik ben me op een gegeven moment gaan verdiepen in... de goudpolitiek van de bank. En dat is heel interessant. In de jaren 30 hebben wij een enorme deceptie aan de centrale bank gekregen. Door het feit dat wij hielden vast aan het pond en het goud. Ja. En wij hadden, want de Engelsen zaten aan het pond gekoppeld, aan het goud gekoppeld, wij zaten aan het goud gekoppeld. Daar waren onze handen geboeid. Ja, maar op een gegeven moment was de directie werd toch erg ongerust. Want wij hadden ontzettend veel ponden in onze reserves zitten. Toen hebben ze de toenmalige bankpresident Vissering, die is naar Engeland gereisd om van de Engelsen nog eens de verzekering te krijgen dat die koppeling met het goud, dat dat een heilige was en dat onze ponden dus ook volstrekt safe waren. En toen ontkoppelde de Engelsen. En hij was het havengat nog niet uit. Toen ontkoppelde de Engelsen. Vanaf dat moment is er interesse bij de bank ontstaan voor goud. Dat gaat dus verder dan Zijlstra. Maar waar is dan het besef gekomen in de jaren
70, 80, 90, dat goud niet meer van belang is. Amerikanen hadden natuurlijk groot belang bij om dat de wereld te vertellen. En daar hebben wij wel heel goed naar geluisterd. Nou, ik denk dat het kwam uit een andere hoek. Het kwam uit de hoek van dat alternatieven voor goud, dat die grote revenue konden opbrengen. Mm. En dat betekent dus als je het goud zou verkopen, ja. En hier ging het om, zeg maar, een goed huisvaderschap. Ja. Dat uiteindelijk de baten voor de Nederlandse samenleving, doordat het verkochte goud belegd kon worden, dat de baten voor in de Amerikaanse staatsobligaties die meer rendeerden. Mooi verkoopverhaal van Amerikanen, hè? We zijn er echt ingetrapt. Dat kwam niet vanuit de Amerikanen. Nee, wie had het dan verzonnen? Dit werd bij ons verzonnen. En het heeft ook een tijd lang, kun je ook zien in de argumentatie die we naar buiten gaven. Dat we zeiden, ja, het is dood spul dat er ligt. En laten we nou zorgen dat we voldoende houden voor een land als het onze. Daar hebben we 600 ton gehouden. 600 ton gehouden. Ja. Laten we de rest op, dan voor de samenleving. Ja, Nou, die Chinezen denken er toch anders over. Omdat het monetaire stelsel inderdaad veel onzekerheden met zich meebrengt. Ja. En je kunt goud ook in die andere wereld als onderpand gebruiken als je in de problemen komt. Hè? Ja. Dus je kan er eigenlijk niet genoeg van bezitten. Je kan er niet te veel van bezitten. Nou ja, ergens moet je die rendementsafweging maken. En voor ons was als centrale bank ben je toch niet om rendement te maken? Je bent geen beleggingsfonds? Je bent geen beleggingsfonds. Dus je hoeft niet te maximaliseren. Maar je hebt toch de verplichting, gewoon de maatschappelijke plicht. Als je je taken op goede wijze kunt vervullen bij een hoger rendement voor de samenleving. Dit is een onderdeel overigens van de discussie geweest. Hè? Dat sommigen van ons zeiden, ik zal niet zeggen wie, maar sommigen van ons zeiden ja, dat verkopen we dan. De hoofdsom is van ons. Ja. Daar hebben we ook nog over moeten vechten met de minister. Maar het goud was van de Nederlandse bank. Maar het is wel zo dat als je dan de revenue uitkeert via de winstafdrachtregeling aan de staat, dan ben je wel dat geld kwijt. En dat betekent dus dat de hoofdsom in de loop der jaren gaat krimpen. We komen aan het einde van dit gesprek. Ik had u ook beloofd dat u op tijd weg mocht. Dus de laatste vraag. Denkt u wel eens 's nachts dat u blij bent dat u het allemaal niet meer mee hoeft te maken wat er de komende 10, 20, 30, 40 jaar... Nee, helemaal niet. Ik geef af en toe nog wel eens een college. En dan zeg ik tegen de studenten, althans bij een van de colleges, zeg ik tegen de studenten, ik ben nou 72, jullie zijn zeg maar 22 gemiddeld. Ja. Hebben jullie wel eens over nagedacht hoe de wereld over 50 jaar eruit ziet? Het blijkt overigens dat er weinig over nagedacht wordt. Ja. Dat het ook best lastig is. Ja, ik zeg maar, ik zou ontzettend benieuwd zijn over 50 jaar. En ik zou nog wel eens om de hoek willen kijken om te zien hoe die wereld zich aan het ontwikkelen is. Want het is een fascinerende wereld. Buitengewoon compliceerd aan het worden, maar tegelijkertijd de technologie. En dat zou ik allemaal best willen zien. Biedt ook veel oplossingen voor veel problemen. Vindt u het jammer dat u nu meer op afstand komt? Dat u minder hoort vanuit de keuken? Nee. Of hoort u nog genoeg uit de keuken? Nee, wat mij opvalt nu, dat is dat er zoveel keukens raadpleeg veel het internet. Dat ik net zoveel kennis kan vergaren via het, zeg maar, het internet. Leuk, hè? Ja, dat is fantastisch. Uit allerlei bronnen. En we hebben eigenlijk allemaal dezelfde level playing field. We kunnen allemaal hetzelfde vinden. Ja, en de informatie wordt niet naar je toegezeefd. Als ik vroeger ergens, noem maar wat, ging naar Hongkong, dan zei ik, kan ik even een memootje over Hongkong krijgen? Nu weet ik gewoon waar de beste website is. Dus ik vind het fascinerend. Ik betreur het dat ik niet 50 jaar terug in de tijd kan gaan en dit nieuwe kan meemaken. Bedankt voor dit hele plezierige gesprek. Het was mijn genoegen. Bedankt.